Echt een ander toestel klaar. Ander toestel? Dat is mijn adres. Ja. Yes, welkom bij een nieuwe aflevering van Nieuwsgierig. Vandaag gaan we controleren of de telefoonreparateur wel echt eerlijk is. Ja, want je kent het probleem altijd wel. Hè? Je hebt op een gegeven moment een kapotte telefoon, er is iets met je scherm, weet ik veel. Je gaat vervolgens naar zo'n reparateur en dan blijkt in één keer van alles mis te zijn met je telefoon, wat honderden euro's kost. Ja, zeker. Klopt dat verhaal wel altijd? En daarom hebben we hier een splik splinter nieuwe telefoon bij ons. Ja. We hebben een afspraak hier om de hoek met een telefoonreparateur. Hij gaat één kabeltje loshalen, die blijkbaar heel makkelijk weer terug te zetten is. En daarmee, dus met een gerichte telefoon, gaan we naar de telefoonreparateurs om te checken of ze dat ook echt alleen dat maken of dat ze misschien ook wel de batterij vervangen. Ja, of een heel moederbord erin zetten. Hoi, hoi. We hebben een hele aparte vraag. Yes. Onze telefoon moet kapot. Ja, dat gaan we. Ja, alleen niet zo kapot, hij moet het nog wel doen, zeg maar. Dus er moet één draadje los, waardoor hij het niet meer doet, maar heel makkelijk te repareren is. Ja, prima. Gaan we voor zorgen, zeker. Dus die kabel houden er niet uit? Ja. Die? Yes. Oké. Okay. En dan werkt het toestel niet meer, maar in principe kan je hem terug doen en dan is het helemaal goed. Oké. Okay. Dus als zij dit zien, dan weten ze gelijk, oh, het is dit kabeltje. Dan is het echt, ja. En als ze dan je ook nog voor andere dingen gaan chargen, dan weet je gewoon dat het echt nepperij is. Ja. Stel, iemand komt daadwerkelijk echt met dit probleem naar jou toe. Ja. Hoeveel zou die moeten betalen ervoor? Kijk, in de meeste gevallen doen wij het gewoon wel gratis. Ja. Maar het is niet verkeerd als je ongeveer 15 euro heeft. 15, dus tot 15 euro is eerlijk. Ja, tot 15 euro is heel eerlijk. Nou, dan gaan wij met die telefoon de hort op, hè. Nou, hij doet niks. Dus ik een oplader erin stop of aanproberen. Hij doet gewoon niet zoveel. Heb je ook andere kabel geprobeerd? Ja. Ik heb wel een aantal opladers geprobeerd, ja. Maar zou u voor mij kunnen kijken wat er mis mee is? Ja. Ik kan deze, ik heb alleen dit. Kost 40 euro. Als het toestel aangaat, als het gewoon goed laat. Kost me 40 euro? Ja. En wat doet hij dan? Dan hij gaat wel aan en gewoon laden. Ja? Ja. Dus u wilt de oplader vervangen? Ja. Ik weet niet wat er allemaal mis mee is. Ik weet toch niet. Toestel niet aan nu. Ik kan niet verder kijken. U kunt het niet even openmaken om te kijken wat er mis is? Nee, dat kan niet. Je kan het zelf openmaken. Maar als ik hem nu dus door u wil laten maken, kost dit me 40 euro. 40 euro ben je kwijt, ja. Oké. Okay. Nou, dan ga ik heel even verder kijken. Ja. Is goed. Oké, dankjewel. Top, dankjewel. Ja, dit was een heel apart verhaal. Vond ik ook. Top. Hij heeft niet eens echt even gekeken. Hij heeft alleen de oplader in gedaan. Het ging aan, uit. Maar hij deed het niet. En toen zei hij, voor 40 euro repareer ik wel... Ja, je oplaadstukje. Ja, het oplaadstukje aan je telefoon voor 40 euro. Dan kun je niet even in de telefoon kijken. Nee, dat kan niet. Hij wil hem even openmaken. Het klopt niet. Het klopt niet. Nee. Maar goed, we zijn nog niet honderden euro lichter. Nee, ik ben benieuwd wat een andere telefoonreparateur zou zeggen als hij deze telefoon ziet. Ja. Misschien moet de camera wel vervangen worden dus. Goed. Hij doet het niet. Doet het niet? Nee, en ik weet niet precies wat het is. Het kan misschien vies zijn. Vies? Ja? Zou je voor mij willen kijken wat er mis mee is? Ja? Top, dankjewel. Een ander probleem kan zijn dat je niet zo kan vinden. Oké. Okay. Er moet goed naar gekeken worden. Ja? Oké. Het kan minimum 40 euro tot 65 euro kosten. Minimaal. En wat wordt er dan, wat wordt er dan vernieuwd? Zijn er wel zo'n net deze dit? Dat er een flexsysteem in zit. Een flexsysteem. Ja, waar zijn het naar moet kijken. Ja. Wij zouden dat meestal die kosten rond die prijzen zitten. Oké. Okay. Als dat het is. Ja. Ik kan die nummer ook achterlaten en dan kunnen we bellen. Oké, maar hij is niet opengemaakt of is hij wel opengemaakt? Nog niet. Oké. Hij kan hem niet zo van buiten kijken. Oké. Nou, hij heeft nu ook geen tijd om hem open te maken of kan hij dat wel? Vandaag wel, maar het gaat wel even duren. Oké, hij vroeg 40 tot 60 euro en dan had je iets van een systeem of zo? Nee, kijk, als dat het probleem is, ja? Wat ze waarschijnlijk denken, dan gaat het tussen de 40 en de 65 euro kosten.
Maar hij zei wel specifiek als dat het is. Ja, want het kon ook nog iets anders zijn. Het kan ook nog iets anders zijn. Maar ze hebben niet gekeken. Ze hebben niet gekeken. Hij heeft nu even de tijd niet voor. Nee. Rond 4-5 uur kunnen terugkomen. Dus dat gaan we niet doen. Want dat duurt te lang. We gaan nu naar een andere phonewinkel. Hey, zullen we gewoon naar zo'n groot gevestigde phone-telefoon-reparatiewinkel. Jezus, wat een woord. Ja. Waar gewoon veel vestigingen van zijn. Gewoon een bekende. Ja. Bijvoorbeeld. Dat wordt weggebliept, want anders is het promo. Hij doet het niet. Okay. Dat is het probleem. Ik weet verder niet wat er allemaal met deze telefoon aan de hand is. Ja. Volgens mij zou hij het gewoon moeten doen, maar I don't know. Het zal ook wel een beetje een oud telefoon. Ja. Maar je krijgt geen leven eruit. Nee, geen... helemaal niks. Ik heb ook al opladers geprobeerd. En wel dat hij af en toe dan aangaat, gaat hij ook uit. Hij komt niet voorbij het startscherm. Ja, ik zie al een metertje dat er eigenlijk niks naar toe gaat. Nee? Dat hij eigenlijk zeg maar 0,1, 2, 3, dat is echt, dat is niet voldoende om op te laden. Maar even kijken of dat vertrouwen wij hier nog mee kunnen proberen. Er kunnen meerdere dingen zijn, van de batterij zijn, er kan een standaardgedeelte zijn, het kan een flexkabel zijn en het kan je moederbord zijn. Ja, je kan hem hier achterlaten, gaan even checken of het dus een oplaadbol is. Ja, zit het echt in je moederbord, ja, dan gaat het niet meer waard zijn om dat te repareren. Okay. Dan moet je solderingen uit richting de €200. Okay. Nou, zo'n oplaadbok is uit maar 50 euro. Dat flexkabeltje is ook €50. Ja. Ja, meestal is het één van die twee. Okay. Zou u kunnen kijken? Ja, tuurlijk. Ja. Ga ik hem er even inzetten. Top. Dan kijk ik dan vandaag op bericht. Ja, zeker. Zo over een uurtje ongeveer. Zijn. Uurtje ongeveer. En maak dan ook al gelijk kosten? Of, dat mag je zelf aangeven. Ik ga niet iets vervangen als. Nee, okay. Ja. Kijk, als je zegt van nou hè, die €50 oplaaddok stelt, is dat prima. Ja. Ja, dan kan ik hem meteen voor je fixen. Maar als je liever eerst eventjes wil. Ja, laat maar even weten als iets gemaakt moet worden. Ja, ja. Is goed. Ja. Oké, okay, geef je even een belletje. Helemaal goed. Dankjewel. One hour later. Oké, we worden gebeld. Ja. Goedemiddag met Joost. Hi Joost, je spreekt met. Hey, goeiedag. Ik had hem open en wat ik zie is dat er wat een soort van corrosie zit aan de onderkant. Corrosie? Dat er een druppeltje water in is gekomen. Ik denk dat als ik het weghaal, zeg maar, dat alles gewoon goed werkt. Ja. Dus dan herstel ik de connectors allemaal. Ja, kosten die ik daarvoor reken zijn €25. €25 en dan is de corrosie weg. Want, oké. Ja. Top. Ik ga er heel even over nadenken. Maar that's it. Er is verder niks mis. Camera, alles en zo werkt allemaal goed. Ja, het ziet alles er verder wel goed uit. Ja. Oh, oké. Top. Ik bel je zo even terug, ja? Ja, is goed. Oké. Dit is natuurlijk klinkbaar onzin, onze Spliksplint een nieuwe telefoon. Ja, die heeft in één keer vochtschade. Het slaat nergens op. Ja. Alleen het bedrag wat hij vraagt valt me nog enigszins mee. Ja, het is niet dat hij ons keihard oplegt voor iets van €100. Nee. Dit is €25. Dat is een tientje meer dan wat die andere man zou. Ja, alleen wat hij heeft geconstateerd klopt niet. Want dit is gewoon even dat dingetje terug inklikken en dan doet hij het weer. Ik ben een beetje in de war. Ik ook. Want hij maakt een verkeerde analyse. Maar ligt ons niet op. Nee. Niet hard. Nee. Wordt een beetje opgelegd. Klein beetje. Voor een tientje. Waterschade. Toch? Je mag hem zo meenemen, man. Hij doet het. Helemaal goed. Hij doet het. Alsjeblieft. Super. Top, ja, dankjewel. Ik heb een borsteltje langs gehaald, connector weer vastgezet. Nou, laat op, gaat aan, alles werkt gewoon. Dus, top. Oké. Okay. Yes, top. Ja, wat zei je? Het kost verder niks. Goed zo, man. Top. Dankjewel. Yes. Dankjewel. Wat chill. Dit is wel weer een gek verhaal, want hij doet het. We hebben niet hoeven te betalen, maar ik vond dat geit. Ik heb ergens het gevoel dat het misschien mogelijk is dat hij achteraf dacht, hey, zijn dat niet die twee gasten die een programmaatje maken? Ja, dat heb ik ook. Fuck, ik trek hem even recht. Ik save mijn assie heel snel, ja. Dus hoef ik niet meer te betalen. Maar goed. Hij wilde er gewoon €25 voor bullshit. In het begin wel, maar ja, hij heeft zich teruggetrokken. Eerlijk is eerlijk, we kunnen gewoon zeggen... Ja, hij heeft ons niet opgelicht, klaar. En toch klopt het niet, naar het mijn klopt mening. Ergens niet. Nee. Dit is een fout begaan en een even heel snel rechtstrijk. Ja. Hi, goedendag. Mijn telefoon doet het niet meer. En hij laat ook niet op. Misschien is er waterschade of iets. Of hij iets laat anders. Wel. Sorry? Hij laat wel. Ja? Nou, misschien een oplader. Heb je de oplader bij? Nee, maar hij gaat niet aan, hè? Geloof ik.
I gaat die volgens mij weer uit. Ja. Hij blijft zo ja. Opvragen. Misschien iets met de software. Maar alle gegevens gaat weg. Software? Ja, dat kan software. Het probleem kan zijn software of iets met de motherboard. Oké. Okay. Als je probleem met de software, kost het 29 euro. Ja. Dus wij nemen een risk, zeg maar. Ja. Omdat ik moet sowieso openen. Als je gaat openen, deze heeft een glas achterkant. Dus, Maar is het misschien, kunt u eerst kijken, als u hem opent, wat het is en dan kunt u mij bellen? Echt openen. Dus ik ga ergens met de software. Lukt het? Prima. Je betaalt 29 euro. Ja. Lukt het niet? Dan is het 100% van het motherboard. Oké. En hoeveel kost dat dan? Wat? Moederbord? Ja, die moederbord liever nieuw tussen. Echt liever nieuw tussen. Liever nieuw tussen? Ja, omdat het motherboard de hele printplaat van binnen. Oké. Misschien is het gewoon idee dat we eerst kijken wat het probleem kan zijn. Want als het software is, is het maar 29 euro. Fair enough. Maar kunt u hem openmaken, deze telefoon? Openmaken? Ja. Waarom? Dan kunt u misschien zien wat er mis mee is. Ja, maar ik ga ergens met de software. Lukt het niet? Ah, oké. Okay. Als lukt het niet met de software, dan betaal alleen 15 euro onderzoekskosten. Oké. Dus dit kost nu ons sowieso 15 euro? Als je lukt het dan 29, lukt het niet, dan 15. Ja, 15 euro, oké. Okay. Ja, dat graag. Ja. Graag over een uurtje. Uurtje terug? Ja. Helemaal goed. Oké. Top, dank je. Nou, deze guy die heeft nu al geconstateerd, zonder de telefoon te openen, dat het of ligt aan een softwarefout of zo. Ja. Toch? Dat gaat er nu een programmaatje voor runnen en anders is je moederbord. Of anders is het moederbord. Ja. En dat is zo duur dat je, ja, dan kan je beter gewoon een telefoon in zijn zaak kopen. Ja, nou, hij heeft een hele mooie aanbiedingen. Dus ja, maar wacht even een uurtje en dan horen we het wel. 1 hour later. Vriend, lukt het niet? Nee. Het lukt niet? Het is met de motherboard. Het is een moederbord? Ja. Dat weet je echt 100% zeker? 100%. Oh, wacht even. Hier. Oké, okay, kut. Heeft iets met die coil van binnen, dat geeft geen genoeg amperage naar de moederbord. Ja, oké. Okay. Dat is een stuk. Daarom blijft hij aan en dan. Hij wil echt die software. En nu? Wat vind ik nu? Echt een ander toestel klaar. Ander toestel? Dat is mijn adres. Ja. Maar, anders betaal ik nu in ieder geval de onderzoekskosten. Ja. En dan kom ik even terug, want kan ik ook even een beetje kijken naar... Kan je zelf onderzoek doen naar wat je wil, toch? Op YouTube even kijken welke telefoon ik wil. Maar kan ik alle telefoons kunt u gewoon bij ons bestellen, ook die duurste, okay. S21 of iets anders. Oké. Okay. Alles, binnen één dag, we hebben binnen, weet je. Oké, okay, top. Top. Dankjewel, man. Dankjewel. Top. Yo. Tot ziens. Fijne dag. Tot snel. Dit is de hardste oplichting die er bestaat. De beste man die heeft dus even gekeken, of misschien nog niet eens, maar hij heeft gewoon bepaald, het is een probleem met het moederbord. Dat kost zoveel geld, dat zou ik niet adviseren, maar hier kun je bij mij een nieuwe telefoon kopen, want je hebt een nieuwe telefoon nodig. Ja, kost je 180 euro of hij zo. Hij heeft me begeleid naar de vitrine. Ja. Deze 170, deze. Wil je een telefoon die lijkt op jouw telefoon die je hebt? Deze voor 170 euro. Maar ik moet je zeggen, ik vind toch wel op de vraag, kan je de telefoonreparateur vertrouwen? Of zijn ze eerlijk? Ik vind van niemand. Ik vind zelfs dat de gerenommeerde grote zaak, zoals de waarschijnlijk weer weggepiept, maar zoals de ik zeg het gewoon nog een keer, zelfs die vragen 25 euro voor waterschade waarvan je weet dat het totale onzin is. Ja. Volgens mij hebben we bij deze wel een beetje de nieuwsgierige vraag beantwoord, hè? Ja, dat is een heel duidelijk antwoord. Vond je nou een leuke video, doe een duimpje omhoog. Laat zeker even een comment achter. Ja. En volgende week zijn we gewoon weer terug. Later. Later. Yo.